Hey, hoi. Business Diva Petra hier. Ik lees zojuist een mail en ik denk, daar ga ik meteen even op reageren. De mail is van Jeanette en zij heeft mijn video van gisteren bekeken, waarin ik het over de cupcakes heb, dus hè, dat je je kennis gaat delen met anderen. En zij stelt een hele leuke vraag. En in het kort gaat het hier over. Zij is een moeder die thuis is bij haar kinderen. En of wat ik vertel ook voor haar is, omdat zij geen vrouwelijke ondernemer is. En mijn antwoord is ja. Een van mijn redenen om te gaan onderzoeken waarvoor internet zo handig is, is juist voor de moeders die thuis willen zijn bij hun kinderen en toch geld willen verdienen. En wat mij ooit zelf getriggerd heeft, en dat is echt voor Jeanette, want die had echt zoiets van, ja, weet je, wat kan ik nou delen, hoe je luiers moet verschonen? Ik zeg dan meteen, ja, dat zou je heel goed kunnen doen. Daar zou je videofilmpjes van kunnen maken. Nou, ik ga meteen los. Maar ze vroeg ook van, kan je me een voorbeeld geven? En dat kan ik. En dan gooi ik Hans in de groep. Hans die is een normale man. Weet alles over papegaaien. En ik heb zelf heel eerlijk gezegd niet veel met vogels. Maar Hans weet echt alles van papegaaien. En als je een papegaai koopt, vind je het belangrijk om dat beest zo lang mogelijk bij je te houden. En daar moet je dingen voor doen. Dat wist ik niet, maar Hans wel. En Hans heeft zoveel verstand van papegaaien. Die weet dat wat je moet doen, waardoor je je papegaai gewoon los kan laten. En dat hij altijd zal terugkomen, omdat hij gelukkig is. Ik dacht, een vogel die geeft je voer en nou ja, dan ben je klaar. Maar nee, ook vogels, ook papegaaien hebben het nodig om getraind te worden, om gevoed te worden, om gekoesterd te worden. Eigenlijk zijn het net mensen. En wat heeft Hans gedaan? Die is in zijn huiskamer gaan zitten en die dacht van ja, hè, want hem was verteld, nou ja, jouw kennis is belangrijk, dat kan je verkopen. En dat is hartstikke tof, want dan maak je andere mensen weer blij mee. Hans, een echte hagenees, is gaan zitten in zijn huiskamer met de papegaaien omheen en heeft een box gemaakt. En die box die verkoopt hij. Die verkoopt hij heel erg goed trouwens en al heel lang. En wat zit daarin als je dat thuis krijgt? Er zitten 7 dvd's in. Hoe hij per dvd vertelt vanaf het begin af aan hoe je je papegaai het beste kan opvoeden zodat hij en oud wordt en heel lang gelukkig bij je is. En hoe je hem gewoon thuis kan houden zonder dat je hem in een kooi hoeft te doen. Nou, allemaal dat soort dingen. Nogmaals, als je een papegaai koopt, vind je dat geweldig. Daarbij heeft hij een werkboekje gedaan, dat je wat aantekeningen kan maken, wat extra oefeningen die hij dan niet op video heeft opgenomen. En hij stopt er iets leuks bij voor de papegaai. Nou, moet je je voorstellen, krijg je zo'n doos en er zit een cadeautje voor je papegaai in. Het ziet er allemaal mooi uit en je gaat kijken, je leert ervan hoe je dat wat je lief hebt, hè, want dat je houdt van zo'n papegaai, hoe je dat het beste kan doen, zodat je er het langst plezier van hebt. Jeanette, dit is maar één voorbeeld en ik kan er heel veel noemen, maar ik denk, deze kan zo duidelijk zijn. Dus ga gewoon eens kijken, waar heb jij verstand van? En hoe doe je dat? En ga die kennis delen. Ben je ondernemer? Nou, er zijn er nog veel meer, er komt er eigenlijk nog meer mogelijkheden bij over ondernemerschap, hoe je met klanten omgaat. Nou, het hele rattenplan. Dus Jeanette, er is altijd, en ook alle anderen die kijken, echt, er zijn zoveel mogelijkheden qua kennis delen. En als je er even voor gaat zitten, en ik geef je een opdracht van maak minimaal 100 onderwerpen, geloof me, dat gaat je lukken. Dus dat is het voor vandaag. En ik zie je morgen weer. Oké, dank je voor je aandacht. Hoi hoi.